Hallo, ik ben Gilles Melchior van restaurant Melchior in Tienen. Welkom in het ATAG Experience Center. En we gaan vandaag samen een winters gerechtje maken. Een wat zwaarder gerechtje. Een vrij simpel gerechtje. We gaan een risotto maken. Maar we gaan de risotto eigenlijk niet traditioneel maken, maar we gaan die klaarmaken in onze stoomoven. Waarom gaan we dat in de stoomoven doen? Eén, we hebben er geen tijd aan. We moeten het gewoon in de oven steken en dat gaat klaar zijn. En het is ook leuk om een keer te laten zien dat we risotto op een andere manier kunnen maken. We gaan die afwerken met boschampignons. En die een beetje oppimpen met truffel. We gaan een sausje maken van boschampignons. Ik ga beginnen met de oven aan te zetten. Ook altijd belangrijk is de oven eerst op temperatuur laten komen eer dat we de functies gaan gebruiken. We gaan stomen op 100 graden. Voilà. Ondertussen gaan we ook de warmhoutlade opzetten. Dat we onze borden warm kunnen gebruiken voor te serveren. Voilà. Gaan we een ovenschaal nemen. Het belangrijkste is ook dat we als we onze rijst erin leggen, dat we een dunne laag doen. Als die te dik is, gaat het te lang duren eer dat de rijst gaat gegaard zijn. Als we een mooi dun laagje gaan leggen, gaat die de bouillon mooi opnemen. En dan gaan we de rijst onderzetten met kippenbouillon. Belangrijk is dat je ongeveer het dubbele van het vocht van de rijst neemt. Dus we hebben kippenbouillon erbij gedaan. We gaan ook nog een klein scheutje witte wijn erbij doen. Afkruiden met peper en zout. De rijst is afgekruid. De oven is op temperatuur. Dan gaan we die nu 18 minuten garen in de stoomoven op 100 graden. We gaan onze plaat met de risotto erin schuiven. Belangrijk is ook geen deksel erop te zetten voor de garing. We gaan die 18 minuutjes insteken. Voilà. De risotto steekt in de oven. Ondertussen gaan wij onze jus van champignon maken en al mooie blokjes van champignon snijden als garnituur. De champignons voor de saus die mogen iets grover zijn. De champignons die we gaan gebruiken als garnituur, die gaan we iets fijner snijden. We gaan ook een shallotje erbij snijden. En een klein teentje look. Die hebben we grof gesneden. En daar gaan we dan onze bouillon van champignon mee maken. Een potje op het vuur zetten. Het pannetje is warm, ga er een scheutje olie bij doen. Dan gaan we onze champignons mooi aanbakken. Zodat ze mooi gekleurd zijn. En dan gaan we ze bevochtigen met onze kalfsvol. De champignons voor de saus zijn aan het aanbakken. Dan gaan we onze garnituren snijden. Die dat we onder de risotto gaan doen, die gaan we wel mooi in blokjes snijden. Ik ga ook enkele champignons voor nemen, verschillende soorten. Dan gaan we ook een klein beetje truffel pakken dat we gaan fijn snijden, dat we eronder gaan doen en dat gaan we mee aanbakken dan. En dan gaan we de garnituurtjes aanbakken voor in de risotto te doen. De risotto zal nog 5 minuutjes nodig hebben en dan kunnen we beginnen afwerken. We gaan een pannetje opzetten. Deze keer gaan we niet in olie bakken, maar gaan we in boter bakken. De boter is goed warm. Dan gaan we onze mengeling van champignons erbij doen. Een beetje gesneden shallot. Dan gaan we nog een heel klein beetje look fijn snipperen. Ook niet mee overdrijven. Onze champignons voor het garnituur zijn aan het bakken. De andere voor de saus zijn mooi bruin aangestoofd. Dan gaan we die nu bevochtigen met de kalfsvol. Dan gaan we die zachtjes laten inkoken. En dan gaan we ze mixen, maar met de champignons in. Dus we gaan ze eerst mixen en dan pas passeren. Die mogen ook bijkruiden met peper en zout. Ondertussen is de risotto klaar.
Die gaan we dan straks mengen bij de aangebakken Bosch champignons. Het vocht is mooi opgenomen in de rijst. Maar we gaan hem toch nog een klein beetje nissig houden. We gaan die dan terug opwarmen op het vuur en die gaat hij toch nog een klein beetje bij inkoken en dan gaat de jus verdwijnen. Maar dan gaat hij niet droog zijn, maar dan gaat hij mooi smeug zijn. Ondertussen is onze saus ook klaar. We gaan die mixen en dan passeren. Dan gaan we die passeren door een fijn zeefje. Dan gaan we het pulp goed door het zeefje duwen, zodat alle smaak in onze saus zit. De saus is gepasseerd, die is klaar. Dan gaan we onze risotto afwerken. We gaan beginnen met enkele lepels rijst. De rijst gaan we mengen met de gebakken Bosch champignons. Alles goed door elkaar roeren. Belangrijk is ook, als we hem nu afwerken, ook niet te veel meer in roeren. We gaan er nu alle ingrediënten nog bij doen. Enkele keren in roeren en dan gaat hij klaar zijn. We gaan een klontje boter gebruiken. Ik gebruik nu boter. Je kunt dat ook perfect met mascarpone doen of zo. Dat is zoals je zelf wilt. Sommige mensen doen daar een scheutje room onder. Ik doe dat nu niet. Ik doe dat met boter, dat hij mooi smeug wordt. Ook nog een kleine tip, moest je hem nu te warm laten worden op het vuur, kun je er altijd een scheutje kippenbouillon bij doen en dan gaat hij terug wat smeuger zijn. Als onze boter eronder gemengd is, gaan we de parmezaan erbij doen. Door de parmezaan gaat hem nog extra smeuger worden en gaat hem ook mooi binden aan elkaar. En dan gaan we toch nog een scheutje van de kippenbouillon erbij doen, zodat hij toch nog een beetje smeuger wordt. Voilà. Nu gaan we warm roeren en dan is hij klaar. Klein beetje citroen om wat frisheid te geven. Voilà. Dan gaan we onze jus van champignon kort opmixen. De saus is opgemixt. Dan gaan we ons bord pakken en dan gaan we dresseren. Best handdoek pakken, want het is warm. Voilà. We gaan beginnen met de risotto op bord te doen. Dan gaan we er een beetje geraste truffel over doen. En dan afwerken met onze jus van Bosch champignons. En eventueel nog een takje kervel of bieslook. Dat gaan we zien. Het gaat een lekker vol gerechtje zijn. Er zit wel wat boter in. Maar we moeten dan een keer eens extra gaan wandelen buiten. Een keer gaan sporten of zo. Erover. Klein beetje bieslook. Voilà onze risotto, Bosch champignons en truffel. Eenvoudig gerechtje gemaakt in onze stoomoven. Laat smaken